Goedemiddag en welkom bij deze bijeenkomst over de RES Zuid-Limburg, de regionale energiestrategie. Om Nederland duurzamer te maken is het hele land opgedeeld in 30 regio's. Zuid-Limburg is dan weer opgedeeld in 3 regio's en vandaag staan we stil bij Maastricht-Heuveland. We zoomen in op die regionale energiestrategie in Maastricht-Heuveland. Hier in de studio in Stijn spreek ik met de 6 wethouders van de betrokken gemeentes. U gaat zometeen in kleinere gespreksgroepen in gesprek over een aantal stellingen en dilemma's. En vervolgens ronden we de middag hier ook weer plenair af. Duurzame energie, daar praten we vandaag over hier. Want de regio staat voor een heel belangrijke duurzaamheidsopgave. De regionale energiestrategie hebben we het over. Laten we even kijken waar die precies over gaat. Om maatregelen uit het klimaatakkoord te realiseren, hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een regionale energiestrategie, de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio's in Nederland. Met elkaar onderzoeken zij de mogelijkheden. Waar is plek om duurzame energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk? En kan het netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En is er bij alle betrokken partijen voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om samen te werken aan de energietransitie. De RES is ook een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt en beschrijft. Hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit op land, wind of zon, wekken we op en waar? Hoe kunnen we warmtebronnen in de regio het best verdelen en benutten? Hoeveel energie kunnen we opslaan en kan het energienetwerk het transport van de elektriciteit, warmte of bijvoorbeeld biogas aan? Hoeveel energie kunnen we besparen? In de RES staan concrete plekken, projecten en een planning voor de uitvoering. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio's samen in 2030 tenminste 35 terawattuur aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Dat is een hele grote opgave voor alle regio's samen. Gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben een belangrijke rol in de RES. Zij stellen de RES uiteindelijk vast. In Nederland onderzoeken we dus in 30 regio's hoe we kunnen overschakelen naar duurzame energie. In Limburg is een van de regio's Zuid-Limburg. En in Zuid-Limburg werken de Parkstad, Maastricht-Heuveland, de Westelijke Mijnstreek, het Waterschap en de provincie samen om te komen tot een regionale energiestrategie. Ja, het bijzondere van het proces is dat wij niet gestart zijn met een opgave. Dus we hebben onszelf niet opgelegd dat we zoveel duurzame energie willen gaan realiseren. Maar we zijn gestart met het bijzondere landschap met de stad en met de landelijke gemeentes en de samenhang ertussen. En wat we ook gedaan hebben is, we hebben vooral gezocht naar de bandbreedtes. We hebben in dit bijzondere landschap gekeken waar je juist geen duurzame energie zou kunnen opwekken en waar het wel mogelijk is. Wat er nu ligt, dat is een eerste idee over wat je zou kunnen opwekken aan duurzame energie. En dit is eigenlijk de basis om samen met bewoners, bedrijven, energiecoöperaties, etc. verder te discussiëren. Eigenlijk is dit een van de bouwstenen om te komen tot die regionale energiestrategie. Ik vind het meedoen van Maastricht-Heuveland aan het RES-programma van wezenlijk belang, omdat dat eigenlijk de toekomst van onze kinderen gaat bepalen. Er wordt wel eens gezegd, we zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan de lijve ondervindt. We zijn ook de laatste die er wat aan kan doen. Dat betekent dat we de fossiele brandstoffen echt moeten gaan afbouwen en dat we onze energie duurzaam moeten gaan opwekken. Daar dient iedereen gewoon zijn steentje aan bij te dragen. En wij als Maastricht-Heuveland dienen dat dus ook te doen. En wij willen dat ook, juist om zelf te bepalen wat we kunnen. En juist om te zorgen dat we dat in een heel goed overleg doen met alles wat hier ook nog verder speelt. Wij doen dit samen met onze 6 Maastricht-Heuveland gemeenten, 1 stedelijke stad en 5 Heuveland gemeentes. We zijn eigenlijk heel verstedelijkt.
vergelijkbaar met de Randstad. En we hebben ook enorm waardevolle natuur die we natuurlijk graag willen beschermen. En waar we niet de energietransitie ten koste van laten willen gaan. Vandaar dat we samen moeten werken. We zullen kennis moeten delen met elkaar. Maar ook samen het gesprek, omdat de oplossing voor de een kan helpen de oplossing voor de andere te bevorderen. En dat is waarom we dat samenbrengen en ook samen doen. Wat is nu het startpunt van de discussie? Hoe kunnen we mensen zo goed mogelijk informeren? Dus we gaan heel veel informatie met de inwoners van Maastricht-Heuveland delen. Ja, want het gaat juist hen en hun kinderen en kleinkinderen aan van wat hierover gaat gebeuren. Dus we hebben daar een programma voor opgezet, zodat ook iedereen daarin zijn input kan leveren. Dat is sowieso een enquête die dus online komt vanaf 23 november. De enquête zullen we openstellen van 23 november tot en met 13 december. Dus in die periode hebben mensen ruim de tijd om de informatie tot zich te nemen, naar de vragen te kijken, dus goed over na te denken en de enquête in te vullen. En daar willen we iedereen van harte toe uitnodigen. Er is een dialoogsessie opgesteld met alle stakeholders. Die zal ergens half december plaatsvinden. En dan moet je dus ook denken aan de boerenvertegenwoordigers, natuur en milieu, noemt u het maar op. En daarnaast willen we ook dolgraag de dialoog aangaan, heel juist op buurtniveau. In coronatijd is dat natuurlijk wat lastiger te doen dan anders. Maar daar streven we wel naar, waarschijnlijk ook online, maar we gaan het wel doen. Om uiteindelijk windenergie, zonne-energie voornamelijk, op een zo goed mogelijke manier ook in ons landschap op te gaan wekken. Met alleen zonnepanelen op alle daken gaan we het gewoon niet redden. Dat is maar een paar procent van de opgave waar we met z'n allen voor staan. En ja, ons landschap heeft een hoge landschappelijke waarde. Dus het helemaal volzetten met windmolens, dat zal geen optie zijn. Maar wat kunnen we dan wel? En daarover moeten we juist de discussie aangaan. Waar kun je wel zonneweiden neerleggen? Hoe kun je die goed in het landschap passen? Welke andere mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie zijn er daarnaast nog? En hoe zou je dat vorm moeten geven? Dus we willen echt graag de discussie gaan voeren over de essentie. Waar is het echt wel mogelijk en hoe willen we dat dan doen en dan in welke mate? En dat gesprek willen we met mensen aangaan, zodat je niet bang hoeft te zijn dat kostbare natuur opgeofferd wordt, maar misschien juist wel inpassing van zonneweiden leidt tot meer biodiversiteit. En hoe dan? Nou, dat gesprek willen we graag met onze inwoners aangaan. U zag hem al even voorbij komen in het filmpje. Gert-Jan Krabbedam, wethouder van Maastricht aan tafel. Jos Kusters, wethouder van IJsden-Margraten. En Gerard Uijf, kersvers sinds een maand ongeveer, hè, wethouder in de gemeente Meersen. Goedemiddag allemaal. Meneer Krabbedam, waarom deze bijeenkomst over de rest Maastricht-Heuveland? Omdat het heel erg belangrijk is en ook gevraagd wordt dat we bij de energietransitie waar we nu middenin zitten, grootschalig duurzame energie opwekken, ook op land, juist het gesprek aangaan met de mensen die het meest betreft, de belanghebbenden, inwoners. En daar dienen bijeenkomsten als deze voor, om dat te doen, om samen te praten als we veel en grootschalig energie moeten gaan opwekken, ook op land. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe passen we dat in? Wie betrekken we daarbij? Wat zijn de belangen die spelen? Hoe kunnen we daar rekening mee houden? En hoe kunnen we dat inpassen? En dat kan je alleen maar doen door dat samen te doen. En ook die ideeën samen te brengen. Want ja, de overheid moet het niet voor iedereen, kan het niet voor iedereen bedenken. Moet het niet voor iedereen bedenken. En op die manier vergroten we ook het draagvlak voor de maatregelen die we wel moeten gaan treffen. Ja, een grootschalige opgave, zegt u. Meneer Kusters, kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe groot is die opgave vanuit die RES? Dat is behoorlijk groot voor Zuid-Limburg, maar zeker ook voor Maastricht en Heuveland. De precieze getallen heb ik niet in mijn hoofd zitten, maar het is een heel aantal. We moeten in ieder geval heel veel investeren, ook straks denk ik, in die duurzame maatregelen. Mensen roepen wel eens, als we alle daken volleggen, hebben we genoeg gedaan. Nou, ik denk het niet, we moeten veel meer doen. Dus die opgave die ligt er zeker. Ik zag ergens iets over de orde van grootte van elektriciteit, opgewekt door 150 windmolens. Ja. De opgave in Maastricht Heuveland, dat is inderdaad fors, hè? Ja, zeker voor zo'n 6 gemeentes natuurlijk, of 5 gemeentes moet ik zeggen, is dat een hele opgave in zo'n heel mooi landschap ook nog eens. Hè? Want dat is toch een van de grote dilemma's die we straks tegenkomen, denk ik. Ja, over die dilemma's graag zo meteen wat meer. Meneer Uijf, u bent kort geleden geïnstalleerd als wethouder in Meersen. Zat daarvoor in het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Daardoor kent u ook die regionale energiestrategie natuurlijk al. Nu bevindt u zich als wethouder van Meersen in het hart van de discussie. Hoe kijkt u naar die opgave? Nou, de opgave is natuurlijk groot, maar daar zijn we niet uniek in. Dat geldt eigenlijk voor alle regio's die opgave hebben. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. En dat vind ik wel het goede van deze RES. Dat ze dus niet van bovenaf allerlei maatregelen over de samenleving uitstrooien.
Omdat ze heel bewust de tijd genomen hebben om te kijken van waar is draagvlakpan, hoe vullen we het in met de goede maatregelen, zodat we uiteindelijk aan het eind van het traject misschien wel weer heel veel tijd kunnen uitsparen. Omdat we met z'n allen, en dan met z'n allen bedoel ik ook echt alle inwoners, achter het programma staan dat we gaan uitrollen. En daar hoort dus deze aanpak waar we nu in zitten, de maatschappelijke peiling eigenlijk in de bevolking, hoort daar nadrukkelijk ook bij. Het is natuurlijk niet alleen iets wat we aan de inwoners vragen. Daarnaast heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven nodig. En als het bedrijfsleven echt stappen zet, dan zijn het veel grotere stappen dan wij met de inwoners met z'n allen kunnen doen. Denk bijvoorbeeld even aan het warmtenet, hè, waarover gesproken wordt tussen DSM en Maastricht. Nou ja, Meersen ligt daar ergens halverwege. Dus een klein pijpje vanaf die grote pijp naar Meersen. En je hebt natuurlijk ook al heel veel bereikt. Dus ik denk dat ook die behoeftepeiling wat bij hun mogelijk is, heel belangrijk is. En dan denk ik dat we enorme slagen kunnen maken. En denk ik misschien wel uiteindelijk binnen Nederland voorop kunnen gaan lopen. Als Maastricht-Heuveland misschien wel de meest pittoreske regio van het land waar deze discussie loopt? Het centrum van de wereld. Kijk aan, u loopt al helemaal voorop als het gaat om de promotie van Zuid-Limburg als kerstverse wethouder daar. Dat noem ik nog één keer, daarna bent u gewoon de wethouder van Meersen, geen zorgen. Meneer Krabbedam, meneer Eij vertelt het al, zoekt daar samenwerking op met het bedrijfsleven. U als Maastricht bent daar inderdaad al mee bezig. Kunt u daar wat meer over vertellen? Zeker. In Maastricht hebben we de Maastrichtse energieakkoorden aanpak, de MEA-aanpak. Waarbij we juist bijvoorbeeld ook met de industrie akkoorden sluiten. Waarin het bedrijf zelf vastlegt wat hun duurzame ambities zijn. Bijvoorbeeld door het productieproces te verbeteren of persluchtlekkages te verminderen. Maar ook door daken vol te leggen bijvoorbeeld. Dat leggen die bedrijven zelf vast. Die afspraak maken ze met de gemeente en daar gaan ze voor. En wij willen op die manier die bedrijven laten zien, kijk, dit zijn de voorlopers. En we creëren ook een netwerk. Want bedrijven kunnen elkaar helpen, kunnen kennis uitwisselen. Om die manier ook die winst te bereiken. Want, ja, als je het niet voor jezelf hoeft te bedenken, maar dat kunt delen. Dan maken we samen die wereld beter. En dat is waar die aanpak voor dient. En specifiek nu loopt ook een project wat we met die bedrijven doen. Om op zoek te gaan naar grootschalige daken van bedrijven. Om die misschien wel onderdeel te kunnen laten zijn van de regionale energiestrategie. Hè. Vanaf een bepaald formaat telt het gewoon mee. Is het onderdeel van het verhaal, het aanbod richting het Rijk. Van luister, wij gaan duurzame energie opwekken in Nederland. We laten dat niet alleen aan Groningen of de Noordzee over. Wij pakken onze rol hier ook. En dit is ons bod. Dit is wat we doen. U zegt eigenlijk, die ondernemers die hebben het daar ook met elkaar over. Hè? Die inspireren elkaar. Want ondernemen in 2020, dat kan eigenlijk niet meer zonder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè? Ja, dus dat staat bij die bedrijven ook echt wel op het netvlies. Nou, misschien nog niet allemaal. Maar we zijn allemaal in transitie. Hè? Niet iedereen is even ver. En dat is ook prima. Dat is helemaal niet erg. Maar juist door die kruisbestuiving kan dat gevoel van urgentie wel groeien. En stel nou dat er een bedrijf is dat de mogelijkheid geeft om zijn dak daarvoor ter beschikking te stellen voor een heel groot aantal zonnepanelen. En je betrekt daar inwoners bij via een energiecoöperatie of postcode-roosproject. Dan geef je ook een stuk draagvlak naar je omgeving toe. Dat mensen zien, hey, dit bedrijf is er niet alleen maar voor zichzelf, maar is er ook voor ons. En ik denk dat dat ook weer goed is gewoon voor de landing in de maatschappij en de verbinding die daardoor ontstaat. Dus zo snijdt het mes eigenlijk aan meerdere kanten. Je maakt jezelf maatschappelijk relevant als je meedoet aan deze transitie. Ja, u noemt inderdaad het draagvlak. Meneer Kusters, u noemde eerder al het mooie landschap, het beschermde landschap zelfs in de regio Maastricht-Heuveland. Aan de andere kant verstedelijk het gebied. Is de opgave in Maastricht-Heuveland wat die rest betreft misschien wel de meest complexe van het land? Ik denk het wel. Zeker in dat vijfsterrenlandschap van het Heuveland is het natuurlijk heel moeilijk om die balans te zoeken tussen duurzaamheid en tussen landschap. Dat is een hele moeilijke. Mensen willen heel vaak dat landschap beschermen. Kijk nu wat er is gebeurd bijvoorbeeld in coronatijd. Hè, dat toeristen als overlast ervaren worden. Maar het gaat ook over grote stallen, de discussie in het Heuveland vaak. Nu gaat het over grote windmolens of zonnepanelenparken. Een hele interessante discussie overigens ook. Want ik vind wel, kijk bijvoorbeeld als je op lijn 50... Vaals, Gulpen, Wittem, IJzer, Margraten spreekt over Citeslow, dan hoort er ook duurzaamheid bij. Dus er is een hele aparte balans die wij zoeken in dat landschap en in de duurzaamheidsopgave. En nogmaals, alleen maar daken vullen, dat zal het hem niet worden. Nee, daar redt u het niet mee. Maar worstelt u daarmee met het mooie aangezicht zeg maar, van het Heuveland, het beschermde landschap,
versus die enorme opgave die er ligt? Ja, onze raden die worstelen daar erg mee, moet ik zeggen. Er is ook een discussie waar, denk ik, dat landschap. En we moeten samen kijken wel hoe we daar kunnen uitkomen. En misschien moet je wel een aantal keuzes maken daarin. Ja, want je kunt ook zeggen, nou, op gebieden die toch al een beetje, noem het niet verpest, maar in ieder geval gebruikt zijn, bijvoorbeeld industrieterreintjes, misschien moet je daaromheen iets doen. Of misschien moet je juist kijken langs de A2 bijvoorbeeld, in IJsden, om IJsselmargraat als voorbeeld te noemen. Maar ik kan me voorstellen als je zegt, nou, op het plateau van Margraten, dat heel vlak is en waar iedereen alles ziet, dan moet je misschien iets anders doen. Het landschap is geen museum, hè? U zegt er is wel degelijk beweging nodig, maar en kan ook, hè? Maar onderzoek het goed, omdat het natuurlijk onderzoek, toch... Ja, ja, zeker, onderzoek het goed, grijp je kansen en doe ook mee. Want als je niet meedoet, dan sluit je jezelf uit en heel misschien krijg je dan straks een aanwijzing vanuit Den Haag en dat wil niemand, denk ik. Nee, want in welke fase, meneer Eijf, van het proces rondom die RES zitten we nu? Nou, dit is nou dus in die maatschappelijke fase, dus het draagvlak met name bij de inwoners te bekijken. Maar misschien is het toch even goed om ook aan te haken bij wat Krabbendam net zei. Kijk, voor het imago van het bedrijfsleven is het tegenwoordig van doorslaggevend belang dat zij een groen imago kunnen neerzetten. En dat gaat van groot tot klein, van de detailhandel in de binnenstad, ja, tot aan de grote productiebedrijven op Gemmelot. Al die bedrijven hebben er alle belang bij dat ze geholpen worden in die innovatie en naar die duurzaamheid. Omdat het voor hun gewoon een verkoopargument is waarom mensen voor hun kiezen bij aanbestedingen. Ik denk dat we ook die golf ook veel meer kunnen meeliften als het gaat over duurzaamheid. Zodat in de hele samenleving, want ook de mensen in onze kernen zijn uiteindelijk werknemers bij vaak ook dat soort bedrijven, meeliften met dat imago van een groene regio. En ik denk dat daar deze fase, die maatschappelijke fase, heel belangrijk is dat we daarmee mee aan de slag gaan. Wat ook belangrijk is denk ik dat we veel meer ook inzetten op innovatie. Ik weet nog al jaren geleden, toen de A73 gerealiseerd werd, hebben we zelf zitten kijken of je de warmte die ontstaat op het asfalt door de auto's die eroverheen rijden, kan gebruiken voor de verwarming van de huizen. Nou, uiteindelijk is dat niks geworden. Zonnepanelen in de geluidsschermen is nagekeken. Langzamerhand komt dat wel op gang, maar ook een overheid kan natuurlijk best dat soort processen faciliteren en financieren. Ja, en soms gaat het een keer mis, dan moeten we ook niet meteen gaan zitten afrekenen. Dan moeten we zeggen, ja, dat is natuurlijk innovatie, nee, hè? Dat is ook een beetje... proeven, hè? Pionieren, zeg nee, maar. Nee, hè? Kan ook een keer pilots, een antwoord, ja, zijn. En dan heb je drie die ja zijn en eentje die nee is. Nou, dan heb je toch uiteindelijk per saldo heel wat bereikt. Dus ik denk dat we echt met z'n allen voor een enorme uitdaging staan. Maar tegelijkertijd ook enorme kansen zijn die we kunnen gaan oppakken. En het kriebelt om daarmee aan de slag te gaan. Ja, u heeft daar heel veel zin in. En u vraagt eigenlijk nadrukkelijk nu in deze fase van die conceptres. Want die ligt er input vanuit de inwoners middels een enquête. En op dit moment hier een stakeholdersbijeenkomst onder andere. Meneer Krabbendam, u had er ook voor kunnen kiezen om te zenden. U haalt nadrukkelijk ook informatie op. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, heel simpel. We zijn begonnen met ons huiswerk te doen in die technische fase. Wat is er mogelijk? En dat is het conceptbod geweest. Dat hebben we deze zomer gedaan. En nu wordt het eigenlijk interessant. Want in die bandbreedte die we hebben opgezocht, tussen wat er minimaal mogelijk is en wat er maximaal mogelijk is, daar zit juist nou de reden tot gesprek met onze inwoners en al die belanghebbenden. Omdat alleen samen met hen kunnen we tot de juiste keuzes komen. En als we niet de juiste vragen stellen, dan krijgen we ook niet die informatie op basis waarvan we die besluitvorming zo goed mogelijk kunnen doen. Participatie is een van de meest belangrijke dingen in dit hele verhaal. En dat is ook de reden waarom we zoveel tijd en energie erin steken. Om die input te krijgen, zodat de juiste besluiten genomen kunnen worden. Toch is het natuurlijk een lastig onderwerp, hè? Want daar zit je toch weer met die spagaat van dat prachtige landschap. Ja. En die enorme windmolens waar mensen vaak meteen aan denken. Dat not in my backyard principe. Wat gaat u doen met alle inzichten die u zowel vanuit de enquête als ook nu dadelijk uit die stakeholdersbijeenkomst krijgt? Nou, ja, kijk, ik durf de stelling wel aan dat het maar de vraag is of dat echt een tegenstelling is. Of opwekking van duurzame energie, grootschalig in het landschap, per definitie betekent dat het ten koste gaat van het landschap. Ik ben van mening dat het niet zo is. En juist door het gesprek, door ook de dilemma's duidelijk te maken in dat gesprek, waar je rekening mee moet houden als je dat gaat doen en welke kans het kan bieden. Misschien wel welke fondsen dat boven kan brengen. Een zonneweide kan ook gewoon geld opbrengen voor de directe omgeving. En als je weet wat de vragen zijn van die omgeving, van die inwoners. Stel nou, een bepaald dorp willen ze de sociale samenhang versterken. En dat kan door inkomsten te krijgen uit een zonneweide. Ja, dan moeten we die kansen benutten. En juist door dit soort gesprekken, door dit soort bijeenkomsten, door enquêtes te voeren, komt die informatie boven, kunnen we die samenbrengen. En kun je echt zorgen dat hier kansen
niet alleen maar benut worden, maar juist extra kansen benut worden. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Ja, dat u verwacht eigenlijk dus dat we er uiteindelijk zelfs op vooruit gaan. Als we met z'n allen goed, constructief ook nadenken. Ja, maar ook, we hebben geen andere keus. Ja. We moeten vooruit. Anders wordt het vanuit Den Haag opgelegd, hè, zoals juist. Meneer Eijver eerder al schetste. Ik vind dat Den Haag, dat interesseert me geen lor eerlijk gezegd. Laten we daar lekker bedenken wat ze moeten bedenken. Meestal is de horizon daar niet veel verder dan 2 kilometer voorbij het Binnenhof. Maar nee, goed, daarom. Dat daar gezegd. Ja. Wij doen hier ons eigen werk. En wij zijn er goed in en wij zijn er trots op. Dus laten we nou vanuit die ambitie daarnaar kijken. Dan denk ik dat er veel meer kansen liggen. Zelf regisseren en bepalen en constructief meedenken over je regio. Ja, simpel. Je kunt beter zelf proberen die invloed uit te oefenen. Omdat anders wel Den Haag de keuzes voor ons maakt. Hè. En Den Haag gaat niet uit van een 3D vijfsterren landschap, maar van een 2D plat landschap. Hè. Dat zijn aspecten waar wij wel rekening mee kunnen houden lokaal. Dan moeten we die rol ook wel pakken. Ja. En met een goed verhaal komen. Want inderdaad, anders wijzen ze het gewoon aan. Ja. Maar anders worden die kansen dan ook niet benut die onze inwoners wel verdienen. Ja. En dat is waar we ons sterk voor maken en waar we voor opkomen. En juist door die input op te halen, gaan we er dan, dat is de verwachting, echt wel op vooruit. En dat vind ik het mooie van die enquête. Want die enquête, toen ik hem dus kreeg, ja, ongeveer mijn eerste brief als wethouder was de enquête onder de aandacht brengen van de bevolking. En het tweede was dat ik zei, nu wil ik hem zelf ook wel een keer invullen. Want dan krijg je ook wat ervaringen. Dan weet je waar het over gaat. En het knappe van deze enquête vind ik dat hij niet alleen maar ophaalt wat iedereen vindt van zonnepanelen en iedereen vindt van een zonneboiler en noem het allemaal maar op. Maar dat hij juist uitnodigt om voor jezelf na te denken van wat zou ik nou zelf kunnen doen op dat gebied van die energietransitie. En dan hopelijk ook dat in de familiesfeer tot discussies leidt waar ook men zelf mee bezig gaat. Dus niet alleen maar kijken naar die overheid, maar ook wat betekent dat voor mij. En dat kan heel simpel zijn. Nou ja, de bekende spaarlamp kennen we natuurlijk al met z'n allen in de LED-lamp. Maar je kan ook verder kijken dan dat. Hè. Je kan ook kijken van wat kan ik doen met bijvoorbeeld thermostaat. Staatknoppen. Wat kan ik doen met isolatie van de vloer in de woning? Op die manier al nadenken van wat zou ik zelf kunnen doen. En vele kleintjes maken dan ook een heel groot goed. En dat kan ook die lokale samenleving natuurlijk ook een impuls geven. Want dat verbroedert ook op die manier. Zeg maar eventjes het beeld van een gemeenschappelijke vijand. En dan zou dit een vijand kunnen zijn. Verbroedert natuurlijk enorm in de gemeenschap. Ja, dus u kijkt eigenlijk nog verder dan die rest. U kijkt eigenlijk naar de maatschappelijke discussie die wellicht nu ontstaat. Het sneeuwbaleffect en het duurzaamheidsdenken. En in het beste geval handelen. Ja. Ja, en dat laatste is denk ik nog het belangrijkste, want iedereen is ervoor. Maar als het op je eigen handen nakomt, dan wordt het toch allemaal een stukje minder enthousiast. Dat geldt ook voor ons als we hier aan tafel zitten. Hè. Laten we ook wel weten, wij zijn niks beter of minder goed dan de rest van Nederland. Dat is heel menselijk natuurlijk gewoon. Ja. Dus wat doe jij op het gebied van duurzaamheid? U vraagt het aan mij? Ja? Ik heb zonnepanelen, maar al heel lang. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn man was daar toen mee begonnen, maar echt al heel lang geleden. En dat ik hem toen wel voor gek heb verklaard. Maar ze liggen er, want ik ben doorgaans de baas, maar dat heeft hij besloten. Maar sterker nog, bij ons maar ze liggen er al heel lang. En ik zie het renderen, dus ik moet hem eerlijk... Hij had wel gelijk. Bij ons heeft het ook 5 jaar geduurd, maar dat was omdat mijn vrouw niet esthetisch vond die dingen op het dak. Dus kijk ook naar dat soort elementen in die discussie. Niet alleen maar naar de duurzame opwekking. En uiteindelijk zeg ik dan ook maar, wat bij jullie dan speelde bij ons thuis ook, de vrouw bepaalt. Ja, nou ja, hier was het dus de man, maar dat was eenmalig. Goed. Er ligt al, meneer Kusters, een conceptres, daar hebben we het eerder over gehad. De 2 scenario's die daarin vast zijn gesteld voor de regio Maastricht-Heuveland, die zijn als volgt. Scenario 1 is kijken wat technisch haalbaar is binnen het bebouwde gebied. Hè, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, braakliggende terreinen en parkeerterreinen. Scenario 2 kijkt ook buiten dat bebouwde gebied. Hoe kijkt u richting die scenario's vanuit uw gemeente? Ja, dus dan krijg je net dat dilemma van buitengebied van dat landschap. Met name als je dus buiten de kernen kijkt. Overigens, de kernen zijn maar heel klein natuurlijk in het Heuveland. Hè. Maastricht is heel vol. Laat er ook eerlijk in zijn. Maar waar ik nou op hoop is op innovatie. Ik hoop dat we niet alleen maar gaan voor die hele grote akkers met zonnepanelen vol. Maar misschien ook wel hele kleine gebiedjes in het buitengebied. Die toch al een beetje voor Fonfai bij liggen. Of windmolens die niet 200 meter hoog zijn, maar misschien met 50 meter al een rendement kunnen geven. Dus ik denk veel meer daaraan. En waardoor je minder last hebt van die slagschaduw en minder impact bijvoorbeeld, in het landschap? Ja, dat soort zaken allemaal. Maar ook denk ik corporaties vanuit de inwoners zelf. Ook dat vind ik van belang. Dat mensen daar zelf over nadenken, zelf voor opkomen. En dat gewin wat er dan eventueel kan ontstaan voor een kern, voor een vereniging of voor een corporatie. Ja, ook dat is van belang denk ik dat dat wel gestimuleerd wordt en dat we ook mee bezig zijn. Heel vreemd dat het in Midden- en Noord-Limburg echt werkt. Ja. Maar in Zuid-Limburg stond is het in de krant onlangs. Ja. 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 Dat is heel vreemd. Ben ik ook hier gekomen,
Vanuit een beetje uit te leggen. In ieder geval vanuit Midden-Limburg, ja. Ja, precies. Maar dus eigenlijk de sociale cohesie zou je kunnen versterken, waar ook natuurlijk in 2020 enorm veel behoefte aan is, hè? Uit opbrengsten van zo'n energiecoöperatie bijvoorbeeld. Dat zou best kunnen, ja. Ja. Ja, dat zou dan voor een gemeenschap kunnen zijn, dat je daar iets extra's mee doet in het kader van bijvoorbeeld speeltoestellen of trapveldjes, of voor verenigingen die het toch heel moeilijk hebben tegenwoordig. Je ziet er wel wat voordelen in, maar het gaat natuurlijk echt om verduurzaming. Ja. Het leeft enorm, hè, de verduurzaming van Nederland, specifiek ook van Maastricht-Heuveland. De krant staat er eigenlijk zo om de dag wel vol mee. Gisteren, naar aanleiding van de enquête, stond er een ingezonden stuk in de krant. Een paar citaatjes eruit. Plaats nu windmolens waar ze het minste impact hebben op de leefomgeving en dus niet in Zuid-Limburg, zei de schrijver. Kern van het pleidooi is, laten we eigenlijk die gemeentegrenzen eens helemaal vergeten. Zuid-Limburg en de regio natuurlijk, waar we zitten, als één gebied zien. Plaats zonnepanelen op daken van loodsen, op lege industrieterreinen of langs snelwegen. En onderzoek locaties in de regio waar je panelen kan plaatsen met minste impact. Wat vindt u daarvan? U heeft dat ongetwijfeld ook gelezen. Ja, heb ik ook. Daar, al die andere plekken wonen geen mensen. Een meneer uit Elkenraden overigens. Ja, nee, ik heb het gelezen. Ik heb de meerdere artikelen gelezen. Ik weet dat op al die andere plekken wonen geen mensen. En die vinden dit ook allemaal niet. En die vinden het allemaal prima dat het daar wel komt. Dat is natuurlijk gekheid. Overal waar je deze discussie aangaat. Ik zit ook aan de tafel van het Nationaal Programma RES. Overleg ik met meerdere voorzitters van RES-regio's. En overal komt deze discussie naar voren. Iedereen vindt zijn landschap het meest waardevolle, het meest prachtige. Ja, ook Groningers vinden dat, ook Noord-Hollanders vinden dat. Dat betekent dat als je dan stopt bij het antwoord, ja, doe dan hier niet, maar doe het dan maar daar, dat uiteindelijk mensen niet gaan leveren. Dat de gemeentes en de regio's niet gaan leveren. En dat betekent niet dat het er niet komt. Nee. Dus je kunt niet ophouden bij het antwoord, maar ik wil niks. Daarom is het wel belangrijk om wel discussie ook toch wel aan te blijven gaan. Maar als we wel wat doen, hoe dan? En hoe kan het dan echt meerwaarde opleveren? Vandaar dat we dit gesprek wel aan moeten gaan. En de interessante vraag is dan, wat is de meerwaarde die we kunnen creëren voor het landschap? We hebben zelf in Maastricht een voorbeeld. We leggen een zonneweide van 32 hectare groot aan. Dat is niet de grootste van Nederland, maar de Laanakerveld. Ja. Niet de grootste van Nederland, maar wel zeg maar een subtop zou je kunnen zeggen. Dus best flink formaat. En de eerste Maastrichtse energiecoöperatie notabene, de coöperatie, was bij de besluitvorming in de gemeenteraad tegen. Die wilde dat gewoon niet. Die zeiden, we hebben toch genoeg daken, leg die eerst vol. Die Laanakerveld is helemaal niet nodig. Sunvest, de partij die de tender heeft gewonnen, is meteen vanaf het begin gaan praten met EMEC en gezegd, zonder jullie gaan wij überhaupt niet inschrijven. Dus we willen dat jullie meedoen. En dat heeft geleid tot een aanbod aan de gemeente, wat gewonnen heeft, waarbij een enorm breed palet aan participatiemogelijkheden is ingebracht. Waaronder dus die coöperatie die 4 hectare voor zijn rekening neemt. Nog een andere coöperatie die ook nog 4 hectare neemt. Instap is mogelijk vanaf €25, dus ook voor mensen met kleine beurs, via postcode-roosproject. En er komt een gebiedsfonds van €12.500 tot €14.000 per jaar naar de omringende wijken toe, die ze samen met EMEC en het buurthuis mogen kiezen waar ze staan besteden. En EMEC is vanaf dat moment dat zij mee betrokken werden door Sunvest geen tegenstander meer. We hebben gezegd, wij stemmen daarmee in. We gaan er mee en we gaan het mee uitdragen. Wij zijn voor. Ja, dan ben je een beetje ook eigenaar, hè, van het idee, zeg maar. Uiteindelijk is het de bedoeling om mensen eigenaar te maken van die duurzaam opgewekte energie, zodat ze ook mee profiteren. Niet alleen maar de lasten, voor zover die er zijn, maar ook de lusten. Maar toch nog even door op Laanakerveld. Ja. Ik begreep, daar is ook heel veel. Er is altijd natuurlijk zorg om de biodiversiteit. Die staat toch al wereldwijd onder druk. Ja. Die is daar, zeg maar, ingeruimd. Juist. Hoe zit dat? Het is de eerste grootschalige zonneweide in Nederland die met een NISP-certificaat wordt gemaakt. En NISP staat voor Nature Inclusive Solar Parks. Dus hier wordt de biodiversiteit neemt niet af, hij neemt toe. En hoe? Er wordt een heel stuk groen strook aangelegd, ook als leefgebied voor de beschermde rugstreeppad. En daarnaast is het zo dat er ook bloemrijk wordt ingezaaid. Dus een ook heel een educatief programma vanuit natuur- en milieu-educatie opgezet wordt.
Dus hier wordt juist de biodiversiteit mee gestimuleerd op die plek. Waar, ja, eerder, met alle respect, het waren wel voornamelijk akkers met, ja, één gewas. Nu komt daar biodiversiteit voor terug, samen met die zonnepanelen. Dus het is ook een vliegwiel om dat soort mogelijkheden te versterken. En want neem nou bijvoorbeeld het leefgebied van de hamster in Zuid-Limburg. We doen enorm veel moeite. Laten we het daar nog eens over hebben. Om die hamster, om die te beschermen en die in leven te houden. Maar overal daaromheen zit monocultuur. Dan is het niet raar dat de meeste roofdieren van Zuid-Limburg denken, ja, daar kunnen we lekkere hamsters eten. En dat die hamsters daar niet in dat kleine gebied kunnen overleven. We gaan over een maand weer hier gaan zitten en dan gaan we eens even over biodiversiteit ook zo'n uitzending maken. Dan hebben we misschien iets moois gecreëerd. Elke maand zo'n uitzending. We hoeven niet op te wachten, want juist dit gesprek kan daarbij helpen. De inpassing van die zonneweiders en ook windmolens kan helpen de biodiversiteit in Zuid-Limburg te versterken en het vijfsterrenlandschap nog een extra ster erbij te geven. Ik kan me voorstellen dat de mensen die aan het kijken zijn, dat die graag mee willen praten. Gaan we ook doen zometeen. De gespreksgroepen die staan op het punt van beginnen. Wat verwacht u van de gespreksgroepen waar mensen echt met elkaar gaan praten over die RES, over duurzame energieopwekking? Ik hoop op heel veel nieuwe ideeën eigenlijk. Ik hoop dat mensen elkaar zich kunnen versterken hierin. Met hele out-of-the-box zaken kunnen komen. Die wij kunnen oppakken straks en ook kunnen gaan gebruiken. Want wij staan echt verlegen om nieuwe ideeën, om initiatieven. En ook om een stukje gedragenheid, denk ik. Gedragenheid in die bevolking. Dus wat dat betreft hoop ik dat er een goede discussie plaatsvindt. En dat wij daar bouwzinnen voor krijgen die we straks kunnen gaan gebruiken. Meneer Eijf? Dat er onverwachte allianties gaan ontstaan van mensen die elkaar nog niet eerder gezien hebben. Maar dan zeggen, verrek, we moeten na afloop eens even verder praten. Want misschien liggen er wel kansen om samen op te gaan trekken. Een beetje in het verlengde wat net gezegd werd door Krabbedam. En dat dat ook in de gespreksgroepen naar voren komt. En dat er dus vanaf vandaag ineens allerlei dwarsverbanden gaan ontstaan die er daarvoor nog niet waren. Dank meneer Eijf, Kusters en Krabbedam voor dit moment. Dan gaat u nu in kleinere gespreksgroepen in discussie over die regionale energiestrategie Maastricht-Heuveland. U kon zojuist in dit plenaire deel niet meepraten, dat kan nu dus wel. Dus ik zou zeggen, maak daar vooral gebruik van. U hoort het, de wethouders die willen heel graag horen hoe u daarnaar kijkt, naar duurzame energieopwekking. Ik zie u straks graag terug voor een afrondend gesprek met de andere drie wethouders uit Maastricht-Heuveland. U ziet zometeen een knop in beeld om in zo'n gespreksgroep terecht te komen. Druk daar alvast op, maar u kunt nog heel even een kopje koffie halen of iets anders. Want het begint over 5 minuten. Veel plezier in de gespreksgroepen en graag tot zometeen. Welkom terug hier in de studio in Stijn voor de plenaire afsluiting van deze middag over RES Maastricht-Heuveland, een stakeholdersbijeenkomst. U, mensen van onder andere natuur- en milieuorganisaties, onderwijsinstellingen en meer. U heeft zojuist mee kunnen praten in gespreksgroepen, uw visie over die transitie naar duurzame energie. Ja, en hoe gaan we nu verder en hoe blikken de wethouders van 3 gemeentes uit die regio Maastricht-Heuveland terug op die gespreksgroepen. Zij hebben die ook gevolgd. Aan tafel Remy Meijers van Valkenburg aan de Geul, Jos Hendricks van Gulpen-Wittem en John Koenen van de gemeente Vaals. Goedemiddag. Meneer Koenen, u heeft een gespreksgroep ook zojuist bijgewoond. Wat was uw indruk? Nou, in elk geval een hele positieve instelling in de gespreksgroep waar ik zojuist in zat. Leuk om te horen dat er mensen vanuit een groene kant toch heel positief mee willen denken over mogelijkheden die straks gecreëerd kunnen worden, zouden moeten worden. En de groene kant, dat bedoelt u mensen die erg begaan zijn met het landschap? Dan bedoel ik inderdaad. Een IVN zat in de groep. Dat vond ik heel mooi om te horen dat er ook een heel positief gekeken wordt naar de kansen die er liggen, ook buiten de bebouwde omgeving. Mooi om te zien. Hoe verklaart u dat? Dat daar toch constructief ook vanuit die hoek wordt meegedacht? Ja, ik vind dat de deelnemster, dat was een mevrouw, die wel op een objectieve manier naar het probleem heeft gekeken en zich goed beseft, in elk geval IVN, EIS was het geloof ik, goed beseft dat we een opdracht vanuit Rijk hebben gekregen en die zullen we moeten invullen. Ja, en liever samen vanuit Maastricht-Heuveland dan opgelegd vanuit Den Haag. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, want anders gaat het Rijk inderdaad aanwijzen waar wij dat moeten doen. En dat moeten we ten alle kosten voorkomen. Ja, we hoorden al van meneer Krabbedam in het eerste deel dat die gewoon een 2D-kaart aanleveren en hier gaan we het neerzetten. Ja, dat moeten we allemaal niet willen. Dus ik denk dat we het zo op deze participatieve manier heel mooi zouden kunnen gaan invullen. Meneer Meijers, u heeft een andere gespreksgroep bijgewoond. Heeft u nieuwe inzichten gehoord?
nieuw, dat weet ik niet zeker. Wel van wat er gewoon leeft, ook onder stakeholders. Hè? Want als we zeggen stakeholders, dan zijn het toch mensen die al op een of andere manier vrij begaan zijn met dit onderwerp. En juist uit die groep kwam ook nog steeds naar voren van, ja, we zijn eigenlijk nog steeds niet voldoende geïnformeerd. En ik denk dat ik dat ook wel snap, want we zitten pas eigenlijk aan het begin van het traject. Dus zelfs wij overheden zijn nog voortdurend bezig met extra kennis te vergaren. En om die dan ook nog eens bij alle groepen, ook bij mensen die er veel verder van afstaan, onder de aandacht te brengen, dat is ook een grote opgave. Ja, en aan de andere kant misschien ook wel opmerkelijk, want de definitieve rest, daar wordt in juni al een besluit over genomen. Als mensen zich niet geïnformeerd voelen, hoe kan dat? Want de transitie is eigenlijk al gaande. Hè? Ja, die is gaande. Maar goed, kijk, het is een transitie die gaat natuurlijk over 20, 30 jaar. He, dit is pas, zoals ik dan zeg, de RES 1.0 en dan gaat nog de RES 2.0 tot en met 25 volgen waarschijnlijk. He, dat zullen wij als wethouders waarschijnlijk dan niet meer meemaken, misschien nog wel als mens. Maar ja, we zijn wat dat betreft ook pas aan het begin van het traject. En natuurlijk, corona heeft wat dat betreft onze mogelijkheden ook beperkt. Vandaar dat het alleen maar tussen aanhalingstekens een enquête was. Vandaar dat dit natuurlijk ook digitaal is in plaats van dat het plenair in een grote zaal is. Maar of even zo. Goed belangrijk natuurlijk om met mensen in gesprek te gaan. Ja, dus binnen de mogelijkheden die we hadden, denk ik dat we met z'n allen hier al een prachtprestatie hebben geleverd om dit voor elkaar te krijgen. Nou, we kunnen misschien wel stellen dat mensen dan in ieder geval betrokken zijn. Hè? Als ze zeggen van ik krijg wat weinig informatie, dan zijn ze kennelijk wel nieuwsgierig. Er zijn ettelijke mensen zijn dus ook op zoek naar extra informatie. En ik denk dat we dat dus ook met z'n allen moeten blijven voeden. En op basis van dit soort sessies kom je er dan achter van hoe dat eventueel beter zou kunnen. Gewoon al door met elkaar in gesprek te gaan en die informatie te kunnen delen. Ja, meneer Hendricks, hoe kijkt u terug naar de gespreksgroep die u bijwoonde? Ja, ik vond een sterke mate van betrokkenheid. De betrokkenheid, ja, vooral ook in de groepen wat ik meegeluisterd heb bij het landschap. Het landschap denk ik ook primair stellend. En wat ik een beetje jammer vond is dat er ook heel veel nadruk lag op de oplossingen buiten. Ik begrijp wel, het gebied is natuurlijk een klein gebied, et cetera. En een energietransitie worstelen we breder mee. Maar wat wel was aangegeven, om het dilemma waar je voor staat, om daar meer inhoud aan te geven. Dat vond ik een beetje jammer dat dat wat minder uit de verf kwam. Het werd meer zo van, ik laat mijn mes niet op de keel zetten. Dit is mijn mening, et cetera. Terwijl ik was er wat weerstand in de groep? Ja, ik proefde in de groep wat weerstand tegen van zonnepaneelvelden. Windmolens in het een buitengebied. Kijk nou eerst naar de daken en dan zien we wel. Ja, terwijl ik denk dat de opgave duidelijk is, we halen het daar niet mee. En ik ben met Remy eens van, we hebben een heel traject te gaan. Het is vooruitkijken naar de toekomst toe en je zult ook breder moeten kijken. Dat je ook breder kijkt naar andere technieken. Maar ja goed, we kunnen met z'n allen over andere technieken op dit moment praten. Maar die zijn er nog niet beschikbaar. Dus je moet het ook vooral even doen met de wetenschap en de kennis die we nu hebben. En dat is misschien ook belangrijk, hè, Jos, wat je nu aanhaalt. Mensen hebben het heel vaak in de discussie, tenminste in mijn groep, in de discussie over alternatieven, andere methodes om energie op te wekken. Maar dat is op dit moment gewoon geen optie in deze RES. Deze RES gaat specifiek over zonne- en windenergie. Ja. En ja, dat is vervelend, maar het heeft ons die kaders opgelegd. Ja, dat is opgelegd. Wel goed om inderdaad te benoemen. Het valt mij op dat veel inwoners of bewoners of andere betrokkenen zich dat nog weinig realiseren. Dus dat is wel een punt wat ik meeneem in de verdere communicatie die wij moeten gaan voeren met de omgeving. Ja, het gaat inderdaad om die twee dingen. Dat is goed dat u dat even benoemt. Meneer Hendricks, u spreekt inderdaad over toch wel weerstand binnen de groep waarin u zat. Hè? Ik las een artikel met u in de krant. Gulpe Wittem, die is uitgesproken tegenstander van windmolens en zonneweiders in het Heuveland. En aan de andere kant vraagt u als bestuurder, die weer verantwoordelijk is voor die RES, uw inwoners om mee te denken over datzelfde thema. Dat lijkt me ook een worsteling. Dat is absoluut een worsteling, laat ik dat ook zeggen. Daar zit ik zelf nadrukkelijk ook mee, hoe je dat vorm en inhoud geeft. Maar ik denk ook nu de gelegenheid is om
om ideeën en meningen bij de mensen op te halen. Kijk, de Raad heeft zich 2 jaar geleden en nu bij de begrotingsverandering nog een keer uitgesproken over tegen grootschalige opwekking van zonne-energie en wind. We zijn natuurlijk een mooi landschap. Toerisme is bij ons hartstikke belangrijk, een grote inkomstenbron. Maar uiteindelijk moet je wel met elkaar de discussie proberen aan te gaan. Welke, in de breedte van alle dilemma's waar je voor staat. Want ook drukte in het Heuvelland is een dilemma waar we voor staan. En daar zul je wel keuzes moeten doen. Het is straks ook aan de gemeenteraad om alles overwegend met een besluit te komen. Maar ik vind wel dat in deze fase een beetje onbevangen in die discussie moet gaan. Want anders doe je ook niet te recht aan het inspraakproces wat we doen. Ik bedoel, je geeft de stakeholders waar we vandaag mee gesproken hebben. Maar geef ook de enquête mensen. Geef ze de mogelijkheid inwoners. Om de inwoners via de enquête te reageren. En als je van tevoren zegt, dan sla je een discussie dood. En dat moet je absoluut niet doen. Nee, het is ook niet vrijblijvend, hè, die opdrachten in die regionale energiestrategie. Mm-hmm. Het dilemma waar de heer Hendricks mee worstelt in Gulpen-Wittem. Hoe zit dat in Valkenburg aan de Gul? Dat zal daar niet anders zijn. Kijk, we hebben niet zo'n grote discussie gehad op dat vlak als in Valkenburg, als in Gulpen-Wittem zelf. Maar bijvoorbeeld, er is een aanvraag geweest voor een grote zonneweide in Valkenburg aan de Gul. Die is al van een aantal jaren terug geweest. Daar waren we in eerste instantie redelijk positief over. Maar toen we zagen wat daar van de landschappelijke impact zou zijn, kwamen we daar op terug. Dus die zonneweide is dus ook gewoon afgewezen. Maar als je daarvoor geen goed kader hebt, dan had hij er zomaar kunnen liggen. Op een plek waar je hem eigenlijk niet zou willen hebben. En dat was dus nog voordat de RES in werking trad. Dus we hebben in de tussentijd dus een afwegingskader neergezet, waardoor het heel erg beperkt is, ook in Valkenburg aan de Gul. Het is echt dus van nee, tenzij. Maar straks zullen we daar als regio gewoon een gezamenlijke regionaal afwegingskader in moeten hebben. Dus dan moeten we wel weten van waar het ook wel kan. Ik wou zeggen, uiteindelijk kom je dan natuurlijk toch, komt het erop neer dat men concessies gaat moeten maken. Want het kan niet zo zijn dat 4 van de 6 Heuveland gemeenten zeggen, ik doe het niet, faals, veel plezier met al uw windmolens. Mm-hmm. Ja, die hebben wij al bijna, hè, want die staan bij ons over de grens geplaatst. En die maken inderdaad inbreuk op het 5-sterrenlandschap. Dat is zojuist ook in de groepen benoemd. Maar ik denk niet dat je aan de voorkant nu de deur dicht moet trekken om dat soort initiatieven, ook vanuit de coöperaties gezien, dat kwam ook de hele tijd naar voren, moet gaan blokkeren. In de gespreksgroepen kwam dat naar voren, ja. Dat er wel oog en oor is voor vanuit de inwoners coöperaties op te gaan richten. Om te voorkomen dat straks de grote partijen met de lusten weglopen en de inwoners met de lasten achterblijven. Dat is wel heel positief, hè? Want dat werd in het eerste plenaire deel ook regelmatig benoemd. Ja. Dat je daar eigenlijk op zoek naar bent, hè? Ook naar coöperaties. Die coöperaties oprichten, dat is punt 1. Maar daarna moet je natuurlijk wel ook commitment krijgen van die inwoners. En dat is wel heel belangrijk, dat die meegenomen gaan worden in dat verhaal. Ja, commitment, meenemen. Het gaat uiteindelijk allemaal over draagvlak. Maar wordt hier niks beslist, nogmaals, dan komt het vanuit Den Haag. Dat risico loop je inderdaad, dat klopt. Van de andere kant ben ik wel, je moet vanuit je eigen krak eerst uitgaan en van je eigen discussie. Kijk, de stok achter de deur hebben we, maar ik blijf van mening dat je die niet primair in de discussie die moet belasten. Want het gaat natuurlijk eerst ook met het verhaal van wat vinden we zelf ervan. Dat is primair. En je weet, als wij met niks komen. Als de gemoederen echt heel hoog gaan oplopen, dan heeft hij die stok altijd dan nog. Dan hebben we de stok, maar dat is altijd van, zo dat vingertje achter de deur, daar gaat het mij niet om. Ik denk dat we eerst met onze mensen in de gemeentes het gesprek eerst moeten aangaan. Ja, als je zegt van nou in het landschap, dan moeten we heel zorgvuldig met zijn. Daar hebben we het net ook over gehad. Je moet een afwegingskader hebben. Maar kijk dan ook vooral wat wel nog kan. Wat je wel acceptabel zit. En die vragen zitten ook in de enquête. En op dat gebied kun je natuurlijk wel met elkaar ook nu meningen ophalen. En kijken wat, waar het dan wel heen kan naar de toekomst toe. En dat is natuurlijk een traject. Remy gaf het net aan dat wij misschien als wethouder niet meer meegemaakt. Ik ben toch de oudste aan tafel hier. Maar we hopen wel nog dat we dan dat op een andere manier nog kunnen beleven. Want het feit dat we natuurlijk ook als inwoner, we zijn tenslotte heel betrokken bij dat gebied zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ik ben er geboren en getogen. Dus dat is voor mij ook iets. Maar nogmaals. Dat ligt u ook aan het hart inderdaad. Ja, zeker. Dat is duidelijk. En dat geldt inderdaad voor de andere, alle wethouders uiteraard. Er liggen 2 scenario's voor in die concept-RES. Meneer Meijers, heeft u in uw groep net waarin u zat een beetje een voorkeur kunnen merken?
Ja, zeker wel. Maar dat hangt dus ook samen van, hè, mensen hechten grote waarde gewoon aan ons vijfsterrenlandschap. Dus de tendens was duidelijk van, nou, het liefst gewoon alles op daken. Mocht dat niet kunnen, dan wees heel voorzichtig met wat je het wel doet. Als je dan iets aan duurzame energie in het landschap plaatst, dan liever zon dan wind. Omdat dat een nog grotere impact op het landschap heeft. En kijk naar alternatieven. Wat John ook aangaf, op dit moment zijn er geen serieuze andere alternatieven dan deze twee om elektriciteit op te wekken. Want warmte, energie, dat is weer net een ander verhaal. Dus die tendens nemen we natuurlijk zeker mee. Als je daarvan uitgaat, dan kom je veel dichter bij bod 1 dan bij bod 2 uit natuurlijk. Hè, want bod 1, dat is gewoon alle daken. Nou ja, we zullen ernaar moeten streven om daar gewoon een goede mix in te vinden. Wel iets meer, maar natuurlijk wel met inachtneming van juist dat prachtige landschap. Ja, helder. Vandaag spreekt u met stakeholders. U wil hun input horen, hebben we. Wellicht dat er de komende week, dagen nog wat binnendruppelt via de e-mail vanuit die stakeholders. De inwonersenquête die loopt ook nog een paar dagen. Wat gebeurt er, meneer Koenen, met alle inzichten die u gekregen heeft? Nou, op de eerste plaats, het wordt natuurlijk gefilmd. Gelukkig, daar zijn we nu onderdeel van geworden. Dat wordt hopelijk ook genotuleerd. Dat wordt straks allemaal gebundeld, aangeleverd aan de colleges. En vervolgens ook aan de raden aangeboden, zodat die dat kunnen betrekken bij hun beeldvorming en oordeelsvorming en straks besluitvorming. Dus ja, daar wordt wel zeker iets mee gedaan. Ja, en het is geen referendum, maar ik kan me voorstellen, het ligt in alle gemeenten, hoe dan ook gevoelig, dat het wel een zwaarwegend iets gaat zijn. Zeker, het draagvlak. En daarom zijn we ook blij dat de enquêtes goed worden ingevuld. Hè. De aantallen zitten we vrij hoog, want het ophalen doe je niet voor niks. Het is ook om een breed spectrum te krijgen. Dus ook mensen die meningen hebben, maakt niks uit welke mening je bent gedaan, vul het in. En dan kunnen we dat straks meenemen. Want uiteindelijk moet de gemeenteraad ook een beeld hebben wat er gewoon leeft onder de mensen. Ja, we hadden naast enquêtes natuurlijk veel meer willen doen. Maar de tijd waarin we leven maakt dat niet mogelijk. Maar ik blijf erbij zeggen, vul dan de mogelijkheden die je nu hebt wel in. En als je de enquête ook niet genoeg biedt. Ik bedoel, iedere gemeente heeft een e-mailadres. Reageer dan uitvoeriger nog naar ons toe. Zodat we al die dingen kunnen meenemen. Ja, zo meteen aan het einde komt het e-mailadres. Nee, voor deze groep, maar het gaat ook voor onze eigen inwoners. Ik bedoel, iedere gemeente heeft een e-mailadres. Dus wij niet. Ja. Wij willen dat niet. In Vaals is alles net even een beetje anders. Nee, maar dat is natuurlijk flauwekul. .de. Meneer Meijers, kunt u schetsen, er ligt een conceptres. We zijn nu bezig aan het verzamelen van inzichten. Kunt u het verdere proces schetsen? Na de RES 1.0, ja, het lijkt heel ver, hè, juni, maar dat gaat het in een ambtelijk CQ-overheden-carousel is dat heel snel. Want eerst komen nu dus de gegevens van deze enquête plus van deze stakeholdersbijeenkomst komen bij elkaar. Daaruit volgt dus een advies over hoe het concept wat we nu hebben liggen aangepast moet worden of aangescherpt. Het is hoe je het filmt. Dan moet daar de regio moet iets van vinden, want we zijn natuurlijk niet alleen Maastricht-Heuveland, maar we zijn een RES Zuid-Limburg. En als dat dan een beetje helder is, dan heb je vervolgens dus per gemeente heb je straks een collegenota waar iets van door de colleges gevonden moet worden. En dan moeten alle gemeenteraden er gewoon ook nog iets van vinden. Dus voordat je die cycli bent doorlopen is het zo juni. Ja, gaat en dan moet er dus een definitief Maas, bod. Maar dan gaat er een definitief bod vanuit hier, vanuit RES Zuid-Limburg richting het Rijk. En als dat met draagvlak tot stand is gekomen, dan mag men er gevoeglijk van uitgaan dat het Rijk dat overneemt? Je kan er in ieder geval van uitgaan dat het Rijk zich dat dan een stuk serieuzer ter harte neemt dan als dat er niet is. Ja, zeker. Durft u, meneer Koenen, een blik in de toekomst te werpen en te schetsen hoe u denkt dat het landschap er over pak een beetje 10 jaar uitziet? Laat ik hopen dat het landschap zo blijft als dat het is, maar dat de technologie ons daarbij gaat helpen in de toekomst. We kijken nu natuurlijk met een bril, met een focus en spectrum van een jaar of 10 vooruit met de huidige technologieën. Het was ook leuk dat zojuist in een gespreksgroep werd aangegeven door iemand die zich bezighoudt. Toevallig iemand uit Vaals, meneer Meijer. Toevallig. Die zich bezighoudt in die business en die mooi aangaf hoe snel de ontwikkelingen op technologisch gebied gaan. Van 270 watt-piekuur naar 480 nu al binnen enkele jaren. Dus wellicht hoeft er helemaal niet zoveel te gaan veranderen op de lange termijn. En kunnen wij blijven genieten van dat mooie vijfsterrenlandschap bij ons in het Heuveland. En denken we over 10 jaar nog eens terug van, weet je nog, die discussies? Ja, dat kan. Dat over die enorme windmolens. Laten we hopen dat dat het geval is straks. Ja. Sluit u zich daarbij aan? Ik sluit me daar volledig bij aan,
Meneer Meijers, tot slot. Ja. Mag? Nou, die techniek die zal zich zeker nog verder ontwikkelen. Dus, maar we kunnen ondertussen niet stil blijven staan. Nee, we nee. moeten ook nu al gewoon voor 2030... moet er gewoon een verduurzaming van onze elektriciteitsaanbod zijn. Dus over 10 jaar hebben we dan technieken die dat kunnen verbeteren. Maar voor die tijd moeten we dus ook al het nodige. En dat zal ongeveer met deze technieken zijn. Er is nog een hoop werk te verzetten in ieder geval de komende maanden. Misschien ook een oproep. Ja, goed, we hebben nu over de stakeholders, maar nu eens. Ook onze inwoners kunnen gewoon letterlijk aan hun eigen woning ook heel veel doen. Maar op het moment dat je zelf opwekt, CQ energiereductie bewerkstelligen, hoef je minder op een andere plaats op te wekken. Dus ook een oproep, denk ik, dat we met z'n allen ook daar de tijd en letterlijk de energie insteken om dat te doen. Want we hebben het wel allemaal nu over het grotere geheel. Maar hele kleine beetjes helpen ook in dat per individu zal het nog steeds het belangrijkste zijn om vooral energie te besparen. Ja. Want alles wat je bespaart, dat hoef je ook niet meer op te wekken, duurzaam of niet. Maar goed. Ja, Wethouder Ayf, inderdaad, die zijn het eerste deel ook van. Laten we ook hopen dat deze discussie eigenlijk leidt tot een soort sneeuwbaleffect. Ja. Hè? Dat mensen duurzamer gaan handelen ook, met name. En primair natuurlijk denken, uiteindelijk handelen. Dank heren. Voor de komst en uw bijdrage. Tot zover deze stakeholdersbijeenkomst over de regionale energiestrategie Maastricht-Heuveland. U bedankt voor uw input in de gespreksgroepen. U kunt natuurlijk ook de enquête nog invullen. Die staat nog een aantal dagen open. En per mail kan er ook nog, als u alles even heeft laten bezinken, gereageerd worden op het e-mailadres van RES Maastricht-Heuveland dat nu in beeld verschijnt. Of zoals wethouder Hendricks al zei, u kunt natuurlijk ook uw eigen gemeente contacteren. Dank nogmaals voor het kijken, voor uw bijdrage en goedemiddag.